Het bouwteam. Wauw, Autostad ziet er weer prachtig uit voor de vakantie. Mooie sneeuwpophokkleintjes. Hallo jongens. Goed idee. Een gigantische kerstboom zou prachtig staan in de stad. Wat denken jullie, team? Oké, laten we beginnen. Hier kan de boom goed staan, jongens. Edgar, kan jij het gat graven? Oh jee, ik denk dat Sam de sneeuwschuiver dat ijs weg kan schuiven. Sam, het bouwteam heeft je nodig. Hoi daar Sam, bedankt dat je zo snel kon komen. Kan jij deze sneeuw wegschuiven? Goed werk, bedankt voor je hulp Sam. Dat is perfect, Edgar. Oké, dus nu moeten we de boom in het gat plaatsen. Bedankt, Francis. Maar dit is niet echt een kerstboom. Goed idee, Edgar. Deze palmboom zal prachtig staan in je huis. Bedankt, Ethan. Charlie, kan jij de boom in het gat plaatsen? Dan kan Edgar het gat weer vullen met zand. Jee, dat gaat goed. Goed teamwork. Het ziet er al prachtig uit. En nu de lichtjes erin. Hoi daar, Chuck. Heel erg bedankt. Oh jee. Volgens mij moet Chuck je uit de knoop halen, Edgar. Probeer het nog een keer. Kijk eens aan, het wordt al een mooi geheel. Ik denk dat er meer nodig is. Wauw, kleintjes. Die zullen prachtig staan in de kerstboom. Oké, team. Tijd om de boom te versieren. Wauw! Prachtig, kleine Francis. Ik denk dat de lampen wel aankunnen. Iedereen, kom erbij! Hoi allemaal. Wat vinden jullie van de nieuwe kerstboom die het bouwteam heeft neergezet? Zullen we hem aandoen? Oké, Edgar, neem jij de eer? Oh nee, kijk uit! Hij gaat vallen! Gelukkig. Goed gedaan, jongens. Wauw, dat is prachtig. Goed gedaan, team. Het is een prachtige kerstboom. Missie volbracht, team. Fijne kerst allemaal. En jullie ook een fijne kerst. Tot de volgende keer. Het bouwteam. Hoi kleintjes.
Zo te zien hebben jullie het leuk. Wauw, kijk ze eens gaan. Goed idee, kleine Tom. Ik weet zeker dat het bouwteam kan zorgen dat jij ook kunt vliegen. Wat denken jullie, kleintjes? Zullen we het bouwteam vragen? Oké, laten we gaan. Hoi daar, team. De kleintjes willen weten of jullie een attractie kunnen maken zodat ze net als Hector kunnen vliegen. Hebben jullie een idee? Perfect. Laten we naar de bouwplaats gaan. Zo te zien is er genoeg werk aan de winkel, jongens. Laten we beginnen. Oké, laten we beginnen met de fundering. Charlie, pak jij de puzzelstukken? Ziezo! Wauw, dat was snel. Goed werk. Dit is zacht, dus het zal geen pijn doen als de kleintjes vallen. Dan hebben we nu het platform en de veren nodig. Charlie, Ethan, kunnen jullie alles verzamelen? Oké, Charlie, plaats het platform in het midden van de fundering. Perfect. Maak hem nu maar vast aan de fundering. Snel, pak die schroeven voordat ze wegrollen. Phew. Bedankt, Edgar. Goed gedaan. Het vormt nu al een mooi geheel. Jullie zijn bijna klaar met bouwen. Nu moeten de vliegtuigen in elkaar worden gezet. Volgens mij gaat dat niet goed. Ha, je hebt gelijk. Hij is ondersteboven. Kijk eens aan. Dat ziet er goed uit. Maak nu de vleugels, propeller en de staart maar vast. Ziezo! Prachtig! Nu kan het vliegtuig op de veren, jongens. Edgar, kan jij hem vastschroeven? Goed werk, jongens. De kleintjes gaan dit superleuk vinden. Hoi, kleintjes. Zijn jullie klaar voor fun? Wil jij het vliegtuig proberen, Tom? Dat ziet er leuk uit. Missie volbracht, team. Je krijgt alles voor elkaar als je als een team samenwerkt. Doeg, jongens. Tot de volgende keer. Het bouwteam. Kijk, de kleintjes komen buiten om te spelen. Oh jee, de poort lijkt wel bevroren.
Nou, eigenlijk, het hele speelplein is bevroren. Het is te gevaarlijk om buiten te spelen. Wacht eens even. Daar is het bouwteam. Misschien kunnen zij helpen. Ze zijn heel verdrietig omdat het speelplein te glad is vandaag. Dat is een goed idee, Ethan. Zouden jullie een nieuwe ijsbaan willen, kleintjes? Kunnen jullie dat doen, team? Het wordt lastig, maar als jullie samenwerken, wordt het een makkie. Perfect! Goed werk, jongens. Zet de poort op de goede plek, dan kunnen we daarna ijs gaan halen. We zijn bijna bij het meer. Wow, rustig jongens. Het is glad hier. Het wordt niet makkelijk bij het meer. Tenzij dat het geluid van Sam de sneeuwschuiver is wat ik hoor. Hoi Sam, je komt als geroepen. Kan jij een baan maken naar het ijs, zodat het bouwteam bij het meer kan komen? Bedankt voor je hulp, Sam. Laten we het ijs uit het meer halen, team. Voorzichtig, Charlie. Je wil het ijs niet breken. Het is gelukt. Goed teamwork, jongens. Laten we hopen dat het ijs in het gat past. Hij past perfect. Nu nog het laatste onderdeel. En dan is de ijsbaan helemaal klaar. Wie gaat de helling plaatsen? Kijk, volgens mij wil Ethan dat doen. Goed bezig, team. De kleintjes zijn al onderweg. Jullie mogen trots zijn op jezelf. Dankzij jullie kunnen de kleintjes lekker buiten spelen. Willen jullie de ijsbaan niet zelf proberen? Oh, natuurlijk.
Jullie hebben al geschaatst op het ijs bij het meer. Misschien moeten jullie dan maar gewoon lekker genieten van de schaatsende kleintjes. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Hoi jongens, hoe kunnen we jullie helpen? Oké, Charlie, Ethan, Edgar, kleine Frank en zijn vrienden zoeken hulp voor een bouwopdracht. Kunnen jullie helpen? Perfect. Wat is de opdracht vandaag? Wauw, een reuzenrad voor de speelplaats. Cool. Het bouwteam gaat aan de slag. Laten we gaan, jongens. Dit gaat lastig worden, maar ook heel leuk. Jullie zullen als een team moeten samenwerken om het voor elkaar te krijgen. Oké, team. Dit is het plan om deze opdracht te volbrengen. Stap 1. Maak de twee buitenste wielen aan elkaar vast. Stap 2. Maak de ondersteuning vast aan de wielen. Stap 3. Maak de bakjes vast. Wauw, dat zijn veel bouwmaterialen. Laten we beginnen. Oké, laten we alle bouwmaterialen verzamelen die we nodig hebben en brengen ze naar de speelplaats. Eerst moet er een vierkant gat worden gegraven voor de fundering. Wie kan dat doen? Perfect! Oké, nu moet het gat met cement worden gevuld. Oeps, we zijn de cement vergeten. Geen probleem, we roepen Christopher de cementwagen. Hoi Christopher, het bouwteam heeft je hulp nodig. Kan jij cement naar de speelplaats brengen? Oh, perfect! Je bent er! Dit gat moet worden gevuld met cement. Kan jij dat? Oeps! Snel! Schep de cement in het gat voordat het opdroogt. Phew, dat scheelde niks. En terwijl het cement droogt, kunnen we het wiel opbouwen. Eerst moeten de wielen aan elkaar vast worden gemaakt. Oké, goed teamwork samen. Vergeet ze niet om ze vast te schroeven. Het reuzenrad ziet er goed uit. Laten we hem nu op de fundering zetten. Oh jee, Edgar is niet groot genoeg. Charlie, kan jij het proberen? Wauw, jullie zijn goed bezig. Snel, schroef het wiel vast.
Het reuzenrad is klaar. Het ziet er goed uit, jongens. Ha, net op tijd. Het team is bijna klaar met het reuzenrad. Willen jullie zien hoe de bakjes worden vastgemaakt door Charlie, Ethan en Edgar? Oké. Ethan, breng de bakjes naar het rad. Dan kan Edgar ze vastmaken. Goed werk allemaal. Dus, wie wil het reuzenrad uitproberen? Perfect. Zo te zien hebben jullie plezier. Goed gedaan allemaal. Kijk, je kunt alles voor elkaar krijgen als je maar samenwerkt. Bedankt voor je hulp, Christopher. Tot de volgende keer, jongens.